Suriname is vastbesloten om een wereldwijde leider te blijven in de strijd tegen klimaatverandering. Dit zei president Chandrika Prasad-Santokhi vandaag tijdens een toespraak bij de COP29 in Baku, Azerbeidzjan. Hij benadrukte dat Suriname als carbon-negatief land en lid van CARICOM zich richt op een duurzame groene ontwikkelingsstrategie. De president wees op het belang van de uitgestrekte bossen van Suriname, die nog 93% van het grondgebied bedekken en fungeren als krachtige koolstofputten die meer koolstofdioxide absorberen dan de economie uitstoot. Daarnaast pleitte Santokhi voor meer actie van ontwikkelde landen om hun verantwoordelijkheid te dragen om de crisis te verhelpen die landen als Suriname niet zelf hebben veroorzaakt. We as CARICOM leaders are committed to stay below 1.5 degrees this century as pledged, and we ask you all to do your part. My country will continue to contribute to our green transition, adapt to climate impacts, and achieve our sustainable development goals through a green development strategy, leaving no one behind. A balanced and responsible exploitation of the oil and gas sector after the announcement of the FID recently will be an integral part of this strategy. Suriname's strong commitment to environmental leadership is evident through our leading position in the Environmental Performance Index in Latin America and being the first country to develop internationally transferred mitigation outcomes ITMOS. President Santokhi zei verder dat de meeste CARICOM-landen niet beschikken over de financiële capaciteit en middelen om zich te herstellen van de escalatie van klimaatimpacten. Hij benadrukte dat de huidige criteria op basis van het bruto binnenlands product veel landen uitsluiten van concessionele financiering, ondanks de adoptie van de multidimensionale ontwikkelingsindex in de VS. Yet international financial institutions have not implemented it. CARICOM calls for a binding commitment to allocate at least 15% of climate finance to SITs instead of the unacceptable 1.5% SITs now receive. We call for easier, more tailored access to climate financing for SITs, including simplified applications, capacity building, direct funding, and affordable financing. Developed nations have a duty to support those less responsible and more vulnerable to climate change, requiring immediate action to correct this imbalance and climate injustice. The Loss and Damage Fund must be made functional and effective urgently. This must be fixed in 2025. Without significant increases in climate finance, SITs cannot adapt the climate impacts or achieve sustainable development. President Santokhi benadrukte dat door het uitblijven van actie de situatie alleen maar verslechtert. Hij gaf aan dat het nu de tijd is om duurzame maatregelen te nemen die de Small Island Developing States in staat stellen om de urgente gevolgen van klimaatverandering effectief aan te pakken.